Na afloop van de uitzending werd mijn geluid afgedaan. En op dat moment schikte ik, dacht ik, een beetje mijn kleren en keek ik naar beneden. Op dat moment was Joran opgestaan. Ikzelf had dat niet gezien. En even later kreeg ik een plens wijn in mijn gezicht. Wat door hem gegooid was. Er stond een vol glas wijn op tafel. Dat had hij gepakt en dat gooide hij in mijn gezicht. En omdat ik dat niet aanzag komen, ja, kreeg ik die wijn in mijn ogen. Ja, er zit alcohol in, dus dat, ja, dat bijt. Doe het in je handen. Dit is water in je handen. Doe maar water in je handen. En na afloop verklaarde hij dat hij daar ook over had nagedacht. Dat van plan was, omdat hij gaandeweg de uitzending zich zo zat te ergeren. Dat hij steeds maar weer moest verklaren waarom hij de leugens had gedebiteerd. Dat hij dacht, nu grijp ik mijn kans en nu kan ik het doen. En hij heeft het gedaan. Hij deed dit uit een vorm van frustratie, uit ergernis. Ik heb later met hem gesproken nog. Hij heeft toen zijn excuses aangeboden. En toen zei hij dat hij eigenlijk mij tijdens de uitzending al had willen uitschelden. Maar dat hij zich toen had kunnen inhouden. Maar ja, dat toen aan het eind, ja, het er toch uitkwam. En voordat hij het wist, dat glas wijn in mijn gezicht had gegooid.